En zo zijn we dan nu aanbeland op de Lindenheuvel bij Prins Floyd de Eerste. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ik zou zeggen, stel je eens even voor. Ja, ik ben Floyd, 26 jaar, woon op de Fuchsiastraat, voetbal bij de Lindenheuvel. En sinds afgelopen zaterdag de nieuwe prins van de Zwentibolders. Spannend, chic. Ja, waar, een hele happening. Ja, ja, vertel eens een beetje, hoe is het gegaan? Ik wist het al vanaf eind augustus. Toen kreeg ik op een gegeven moment een Facebook berichtje van Ten Stans. Of ik het nummer even koos doorgeven of vanwegens koos bellen. Had ze die opgegeven? Nee, heb ik ooit een keer na een wedstrijd op zondag, had er mij dat institutioneuze lippen doorgevraagd of mij dat leuk leek. En toen dacht ik van ja, dat die ik mij wel gaat. En ja, die later werd ze gevraagd en dan heeft ze er eigenlijk niet zo heel lang over na te denken. Ja. En ja, wat ging er door de geer? Wie ze zeggen van God zoet ze de nieuwe prins willen worden? Ja, toen ik het berichtje van Ten zag staan, toen wist ik eigenlijk al genoeg. Toen gingen de alarmbellen al rinkelen en ja, dat ja, chic. En hoe ben je het? En hoe ben ik het? Ja. En, wat ging er nu door de geer? Ja, een heleboel ontlading vooral. En ja, het is nog even wennen, het idee dat ze een prins was. En voor de mensen die toe zitten te kijken, wie is het uitropen gegaan? We hebben een babybox waar het geluivig. En van Eipkes, van vroeger van de V&D, stuurde die geluivig. En dan moesten we allemaal instrumenten spelen. En als de muziek stopgezet werd, dan moesten we ook stoppen. En dan gingen we aan en weer. En op een gegeven moment moesten we steeds sneller. En ja, gingen alle Eipkes één voor één kapot. Alleen ik moest maar door blijven gaan. En ja, dan komt I Wanna Know Your Name. Begint dan af te spelen, ja, en dan wordt ze langzaam ontmaskerd. En ja, als dan het apenmaskertje eraf gaat, dan ja, dan gaat alles langs de gaaf. En ja, mooi momentje. Als best dus nu een week? Is het nu één week, Prins? Twee dagen. Of twee dagen? Van afgelopen zaterdag, ja. Oh, kijk eens aan. Ja. En als ze geen prins best, wat deed ze dan voor de werk? Ik werk bij Stichting Pergemeen, werk ik met verstandelijk gehandicapten en EMB, dus ernstig meervoudig beperkte. En die ja, proberen voor zo goed mogelijk te voorzien van ja, een fijn leven. En veer doen eigenlijk alles voor hun wat ze zelf door hun ongemakken zal ik maar zeggen. Maar dat deed ze in Gelein? Op de priorij in Gelein, maar ver zitten nu even in Boren. Ja. Ja. Dus een stalig gans klaar is, gaan we terug naar Gelein. Ja, dat is tijdelijk. Ja. Ja, dat, toevallig dacht dat weer. Ja, ja, de hobby's. Verklapten ze het al een heel klein beetje. Ja, met het voetballen. Ja. Voetbals bij Lindenheuvel op het eerste. Op het eerste? Ja. Ja, en je speels? Stond in de goal. Oh ja, ja, dat is dan de meeste prinsen, denk ik. En lui en condities al komende morgen. Ja. Wel gaat minder zijn. Dan heb de trainer ook een beetje begrip voor, denk ik. Ik hoop het. Heb je ook een lijfspreuk? Ik heb ook een lijfspreuk, ja, dat heb ik. Nou, laat hem horen. Ik, Floyd, gewoon regeren over de Lindenheuvel, samen met alle lui, jong en oud. Samen met de Zwentibolders, gewoon ik voorop en trek ik de kar. Want samen gaat alles, Lindenheuvel alive. Ja. Ja. Nou, dan zit erin. Heel veel streken voor we starten, we wensen tegen een hele schone vastelavond. Dankjewel. Of carnaval, wat zessen. Vastelavond, carnaval. Vastelavond, ja. En ik zou zeggen, zet hem op. Ik heb helemaal goed, dankjewel. Yo.